Dames en heren, welkom bij deze oratie van Dr. Hans Bosma, benoemd in de Faculty of Health Medicine and Life Sciences tot bijzonder hoogleraar sociale epidemiologie, die zich vandaag vanavond als laatste dit jaar voorstelt aan ons. De titel van de oratie van professor Bosma is Sociale epidemiologie, schipperen tussen upstream en downstream. Professor Bosma. Meneer de rector Magnificus, zeer gewaardeerde collega's, beste familie, vrienden en overige toehoorders. Deze oratie zou ik graag willen beginnen met een aantal anekdotes. Het betreft mijn te jong overleden vader. Als kraanmachinist werkte hij in de wegenbouw. Om de zoveel tijd kwamen er andere uitvoerders die toezagen op het werk en aanwijzingen gaven over hoe een klus opgelost moest worden. Ik hoor hem nog verzuchten hoe hij steeds maar weer de aanwijzingen van de pas afgestudeerde uitvoerder opvolgde. Ook al strookten ze niet met zijn eigen jarenlange ervaringen. Een andere anekdote. Op de basisschool kreeg ik het advies om naar het gymnasium te gaan. Mijn vader vroeg me of ik niet beter naar het ateneum kon gaan. Dit in het kader van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. De tweedeling in de samenleving tussen de rijken en de armen en tussen degenen die het voor het zeggen hebben en degenen die niks te zeggen hebben, kreeg ik met de paplepel ingegoten. De teneur in vele verhalen was vaak dat er een rijkere laag was die het allemaal goed regelde, vooral voor zichzelf, en waar je niet bij kon en misschien ook wel niet bij wilde horen. Deze anekdotes illustreren hoe zoiets abstracts en vaags als sociale klasse en sociaal-economische status iemand tijdens de opvoeding al kunnen vormen. Opvattingen, dingen die je meemaakt en normen en waarden worden dan al voor een groot deel vastgelegd en zorgen voor een deel ook weer voor de sociale verschillen op oudere leeftijd. Sociale epidemiologie houdt zich bezig met deze verschillen tussen groepen mensen en wat ze kunnen betekenen voor de gezondheid. Het is een relatief nieuwe discipline binnen de epidemiologie. In deze oratie zal ik het vakgebied beschrijven en een aantal uitdagingen waar de sociale epidemiologie voor staat, de revue laten passeren. Sociale epidemiologie houdt zich bezig met sociale determinanten van gezondheid. Het gaat met name over de omgevingsinvloeden op de gezondheid van mensen. Bij de sociaal-economische omgeving kunt u denken aan de omgevingen waar mensen omgevingen waar mensen met lagere inkomens en lagere opleidingsniveaus merendeels verkeren. Het gaat hier om de woningen en de buurten waarin ze wonen en de omstandigheden die ze op de werkvloer aantreffen. Tegen de tijdsgeest in kijkt de sociale epidemiologie vooral naar deze omgevingen en hoe deze van invloed zijn op de gezondheid. Onze huidige tijdgeest is namelijk net gericht op het zoeken naar individuele risicofactoren, bijvoorbeeld roken en overgewicht, en legt de verantwoordelijkheid voor ziekte en vroegtijdige sterfte vooral bij het individu. Sociale epidemiologie wil met ondersteuning van cijfers net blijven wijzen op het belang van omgevingsinvloeden, om daarmee de verantwoordelijkheid voor ongezondheid ook buiten het individu te leggen. Het gaat hier om de meer upstream factoren. Met upstream factoren bedoel ik niet alleen de woon- en werkomstandigheden waarin mensen veel verkeren, maar ook de economische en politieke context die van invloed is op deze omgevingen en bijvoorbeeld ook op de mate van inkomensongelijkheid in een land. Met downstream factoren bedoel ik de meer individuele factoren, zoals de gezondheidsgedragingen van mensen, hun psychologische kenmerken en de biomedische factoren. Bijvoorbeeld hun prestatiemotivatie en hun bloeddruk. Ik zie het als een belangrijke opdracht om bij te blijven dragen aan de missie van de sociale epidemiologie. Om aandacht te blijven besteden aan de upstream factoren. Ik hoop u tevens uit te leggen dat binnen de sociale epidemiologie desondanks schipperen blijft tussen upstream en downstream. Om de upstream invloeden op gezondheid te verklaren, kunnen we niet zonder de downstream invloeden. En andersom
geldt ook dat om de downstream invloeden op gezondheid te verklaren, kunnen we niet om de upstream factoren heen. Daartoe zal ik eerst het onderzoek op het gebied van sociaal-economische gezondheidsverschillen beschrijven aan de hand van een vijftal thema's binnen de sociale epidemiologie. Nederland is relatief welvarend, maar ook in Nederland worden we nog altijd geconfronteerd met sociaal-economische gezondheidsverschillen. Mensen met een laag opleidingsniveau hebben veel vaker allerlei aandoeningen en sterven ook veel jonger. Er wordt wel eens gezegd dat iedereen voor de dood gelijk is. Maar minder bekend is mijn zinziens dat Nederlanders met een laag opleidingsniveau 7 jaar korter leven dan Nederlanders met een hoog opleidingsniveau. Nog meer opvallend is het dat het kortere leven ook nog veel langer met ziekte en beperkingen wordt doorgebracht. Gemiddeld leven ze 15 jaar langer met aandoeningen dan hun hoger opgeleide landgenoten. Als socioloog vond ik het gegeven dat ook in Nederland er nog een tendens bestaat om als dubbeltje nooit een kwartje te worden al bijzonder. Maar dat degenen die als dubbeltje geboren zijn ook nog eens vaker ziek zijn en korter leven, blijft me verbazen. Vooral omdat er zo weinig met deze kennis gedaan lijkt te worden. Het eerste thema betreft dus dat sociaal-economische gezondheidsverschillen aanzienlijk zijn en aantoonbaar voor het merendeel van de aandoeningen. Ook binnen Nederland zien we dergelijke verschillen. Van Noord naar Zuid-Limburg daalt het aantal jaren dat mensen in goede gezondheid kunnen verwachten te leven met 4 jaar. Dit hangt onder andere samen met de ongunstige sociaal-economische omstandigheden in deze regio. Dat brengt me bij een tweede thema binnen de sociale epidemiologie. Sociaal-economische verschillen in gezondheid nemen toe. Ook in Nederland. De groep van professor Marmot in Londen heeft dat als eerste laten zien voor het Verenigd Koninkrijk. Daarna zijn er vele andere onderzoeken geweest voor andere landen. Voor de Nederlandse situatie heb ik samen met dokter Ferdy Otte van het Centraal Bureau voor de Statistiek echter tegen de verwachting in aangetoond dat deze verbreding van de verschillen misschien niet geldt voor sociaal-economische verschillen in het risico op hartziekte. Dit geeft aan dat verder onderzoek op dit terrein noodzakelijk is. Ook om nog eens te kijken hoe zich dit na 2000 nog verder ontwikkeld heeft. Het staat echter vast dat het bewijs van andere onderzoekers merendeels in de richting van een verergering van de situatie wijst. Sociaal-economische gezondheidsverschillen lijken dus groter te worden in plaats van kleiner. Een ander opvallend gegeven is dat ondanks de grote investeringen die de politiek in het Verenigd Koninkrijk gedaan heeft om iets aan de sociale verschillen te doen, de verschillen in levensverwachting daar sinds 1998 toch gewoon weer zijn gestegen. In het verlengde hiervan wil ik hier mijn eigen onderzoek aanstippen, samen met professor Jacques van Eyck, naar het effect van een interventie gericht op het verminderen van depressieve klachten bij mensen met type 2 diabetes of longemfyseem. De interventie wilde de patiënten vooral weer in staat stellen om zelf het heft in handen te nemen, door meer zelfmanagement en empowerment. Deze interventie liet in het algemeen positieve effecten zien. Nadere beschouwing leerde echter dat de interventie alleen maar positief uitpakte voor de hoger opgeleide patiënten. De lager opgeleide hadden er geen enkele baat bij, terwijl zij waarschijnlijk vooral meer controlebesef nodig hadden. Het onderzoek is daarmee illustratief voor de zogenaamde inverse care law, waarbij vooral de hogere sociaal-economische groepen profiteren van allerlei nieuwe zorgvoorzieningen, waardoor deze voorzieningen feitelijk bijdragen aan het vergroten van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Zelfmanagement, empowerment en eigen verantwoordelijkheid zijn de uitgangspunten in veel nieuwe overheidsmaatregelen. We moeten erop attent zijn dat voor sommige groepen in onze samenleving dit soort maatregelen misschien geen effecten of hoogstens op korte termijn positieve effecten hebben. Misschien moeten dit soort maatregelen vooral beschouwd worden als een bezuiniging op de kosten van onze gezondheidszorg. Individuen moeten vooral zelf de boontjes zien te doppen, ook al hebben sommigen daartoe niet de middelen
of hebben ze daar nooit de mogelijkheid toe gekregen? Dan kom ik bij het derde thema. Het is niet alleen een kwestie van arm versus niet arm. Voor het gemak reduceer ik de sociaal-economische verschillen ook wel eens tot deze tweedeling. Maar nadere bestudering laat zien dat er eerder sprake is van een gradiënt. Een lineair verband tussen sociaal-economische status en ongezondheid. Met andere woorden, elke 100 euro meer inkomen leidt gemiddeld gezien tot een betere gezondheid. Ook aan de bovenkant van de inkomensverdeling. Het plaatje laat de relatieve risico's op sterfte zien voor een viertal groepen binnen de ministeries in Londen. Binnen deze witte bodensteekproef is er van links naar rechts sprake van een dalend inkomen en een stijging van de sterftekans. Dus ondanks dat er van echte armoede in deze groep geen sprake is, bestaat er wel een verhoogde sterftekans bij elke 100 euro minder aan inkomen. Een vierde thema betreft bewijs voor het gegeven dat sociaal-economische gezondheidsverschillen in een levensloopperspectief gezien moeten worden. Het maakt verschil uit voor je gezondheid wanneer je geboren bent uit lager opgeleide ouders of uit hoger opgeleide ouders. En ongeacht het opleidingsniveau eigenlijk dat je zelf bereikt. Eerder heb ik aangetoond samen met collega's van de groep van professor Johan Makkebach in Rotterdam dat deze omstandigheden kunnen leiden tot een vorm van fatalisme en laag controlebesef. Mensen ontwikkelen dan meer algemeen het besef dat ze geen grip op de omstandigheden en de omgeving hebben. Dit zogenaamde gesocialiseerd fatalisme zou wel eens de fundamentele reden kunnen zijn waarom het de lagere sociaal-economische groepen vaak zo slecht vergaat. De veel grotere mate van een laag controlebesef verklaarde bijvoorbeeld de helft van de grotere sterftekans in de lagere sociaal-economische groepen in hetzelfde Globe-onderzoek in Eindhoven en omstreken. Een vijfde thema gaat over het gegeven dat sociaal-economische invloeden liefst niet alleen vanuit het individu bestudeerd moeten worden en dat er dus ook meer upstream gekeken moet worden. De geografische eenheden waarin mensen wonen hebben vaak een extra invloed op de gezondheid, los van het eigen individuele inkomen en opleidingsniveau. Als je als arme sloeber in een rijke buurt woont, doe je het beter dan als arme sloeber in een arme wijk. Dit is voer voor sociologen natuurlijk, omdat het wijst op de invloed van omgevingen en contexten. Eerder hebben we aangetoond voor Eindhoven dat wonen in een arme buurt het risico op vroegtijdige sterfte verhoogde. Niet alleen voor de arme mensen in die buurt, ook voor de rijkere buurtgenoten. Tevens hebben we laten zien dat sociaal-economische omstandigheden in die buurten samenhangen met meer sociale disintegratie en desondanks, of net daardoor, een gedeelde cultuur van fatalisme. Ander onderzoek laat zien dat niet alleen de directe buurt van belang is, ook het land waarin men woont is relevant. Japan en de Verenigde Staten zijn extreme wat betreft de inkomensverschillen tussen mensen. Onderzoek van professor Wilkinson en collega's laat zien dat kindersterfte, moorden en wantrouwen tussen mensen in landen met veel inkomensongelijkheid zoals Amerika veel vaker voorkomen dan in landen met meer gelijkheid tussen mensen, zoals Japan. Een kanttekening is op zijn plaats. Het merendeel van het zogenaamde multilevel onderzoek wijst op geringe verschillen tussen geografische eenheden zoals buurten. De onderzoekers gaan meestal snel door naar de oddsratio's, maar vergeten te melden hoeveel variatie en ongezondheid er tussen en binnen buurten bestaat. Mijn indruk is dat voor de meeste gezondheidsuitkomsten gezondheidsverschillen tussen buurten hoogstens 5% uitmaken van de totale gezondheidsverschillen. De grootste gezondheidsverschillen zitten binnen buurten. Voor buurtinterventies betekent dit dat belangrijke gezondheidswinst blijft liggen omdat de armere medemens die in rijkere buurten wonen over het hoofd gezien worden. Als socioloog ben ik in ieder geval wat teleurgesteld geraakt in de geringe invloed van de buurtomgeving. Mogelijk speelt hier wel de afbakening van de buurt een rol. Wat zien mensen als hun buurt
Het zou kunnen zijn dat de postcode die meestal gebruikt wordt in onderzoek niet overeenkomt met wat mensen zelf als hun buurt zien. Hierdoor zou een mogelijk effect kunnen verwateren. Op een wat lager aggregatieniveau, namelijk dat van het huishouden, toont onderzoek ook additionele effecten aan. De partner waarmee men samenleeft brengt zijn of haar eigen sociaal-economische kenmerken mee in de relatie. In onderzoek met mijn promotor, professor Ad Appels, heb ik laten zien dat mannen die getrouwd waren met lager opgeleide echtgenoten meer kans hadden op een hartinfarct dan mannen getrouwd met vrouwen met hogere opleidingen. Hun eigen opleiding maakte daarbij niet uit. Dit waren een aantal belangrijke thema's binnen de sociale epidemiologie. Door deze thema's heeft de sociale epidemiologie een belangrijke rol gespeeld bij het op de kaart zetten van de sociale determinanten van gezondheid. Het heeft sociale economische verschillen tussen mensen neergezet als fundamentele upstream factoren, als causes of the causes, die niet ongemoeid mogen blijven wanneer het over interventies gaat. Hierna zal ik ingaan op de verklaring van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Sociale klassen en sociale verschillen zijn nogal vage factoren. Het zijn upstream factoren die meer op het niveau van samenlevingen bekeken moeten worden. Die wijzen op omgevingsverschillen en op hoe samenlevingen en de politiek schaarse goederen verdelen over groepen mensen. Bij de verklaring zal het nodig blijken ook te kijken naar factoren op het individuele vlak. Dan gaat het over de downstream factoren, zoals roken en lichaamsbeweging en psychologische kenmerken van mensen. Waar komen deze gezondheidsverschillen tussen sociaal-economische groepen nu vandaan? Het onderzoek de afgelopen decennia heeft hierover ook belangrijke bevindingen gedaan. Deze bevindingen kunnen ook behulpzaam zijn bij het opzetten van interventies om de gezondheidsverschillen kleiner te maken. Als je de oorzaken kent, kun je er ook misschien iets aan doen. De sociale epidemiologie heeft het voortbestaan van de sociaal-economische gezondheidsverschillen vanuit een aantal conceptuele modellen bestudeerd. Ik zal deze hierna uit de doeken doen. Op de eerste plaats is er het model dat sociaal-economische gezondheidsverschillen bestudeert vanuit het zogenaamde causatieperspectief. Vanuit dit perspectief is sociaal-economische status de fundamentele oorzaak van ongezondheid. Sociaal-economische status beïnvloedt ongezondheid via allerlei factoren. Denk hierbij niet alleen aan allerlei gezondheidsgedragingen, zoals roken en overgewicht. Denk ook aan omgevingskenmerken die met sociaal-economische status samenhangen, bijvoorbeeld de werkomgeving en de buurt waarin je woont. Ook psychosociale factoren kunnen negatief beïnvloed worden door ongunstige sociaal-economische omstandigheden. Zo net had ik het al over controlebesef ofwel gesocialiseerd fatalisme. Het betreft het besef dat je in het algemeen maar weinig controle hebt. Kortom, machteloosheid. Dit besef is voor een deel gesocialiseerd, omdat het zijn wortels vindt in de sociaal-economische context. Hier heb ik in mijn loopbaan veel onderzoek naar gedaan. Samen met professoren Michael Marmet, Ad Appels, Johan Makkerbach, Jacques van Eyck en Ruud Kempen en dokter Marjan van der Akker en toenmalige promovendi Annemarie Koster, Daniel Groffe en Gonnie Klabbers heb ik laten zien dat machteloosheid en fatalisme onlosmakelijk verbonden zijn met een laag inkomen en een lage opleiding. De sociaal-economische gelaagdheid in onze samenleving lijkt er dus voor te zorgen dat mensen anders in het leven staan, anders denken, voelen en handelen. Jarenlange blootstelling aan geringere keuzemogelijkheden als gevolg van een laag inkomen en geringere autonomie op het werk laat een spoor na van machteloosheid, fatalisme en een laag controlebesef bij mensen in lagere sociaal-economische groepen. Met een dergelijk psychologisch profiel is het niet vreemd dat ze minder gemakkelijk kunnen stoppen met roken of meer gaan bewegen. Deze processen wijzen erop hoe sociale-economische gelaagdheid op ingenieuze wijze via psychologische en gedragsmatige mechanismen onder de huid terecht kan komen.
Geregeld ben ik in het onderzoek geconfronteerd met mijns inziens dogmatisch ingestelde vakgenoten, die reageerden op mijn artikel of nog erger deze moesten beoordelen. De gedachtegang was steeds dat onderzoek naar psychosociale factoren afleidt van de fundamentele oorzaken, namelijk de materiële en financiële verschillen tussen mensen. De suggestie zou gewekt worden dat mensen met een lager inkomen vooral fout denken. Ze denken dat ze te weinig controle hebben en dat sociale gezondheidsverschillen aldus opgelost moeten worden door het inzetten van massa cognitieve gedragstherapie in lagere sociaal-economische groepen. Je zou hier aldus deze referenten kunnen spreken over een psychologisering van een maatschappelijk sociaal probleem. Ik wil me nogmaals verdedigen. Ik vind het idee om problemen fundamenteel aan te pakken sympathiek. Maar ik ben een zeer empirisch wetenschapper en wil gewoon weten hoe dingen in elkaar steken. In dit geval hoe sociale klasse onder de huid terechtkomt. Welke mechanismen spelen daar? Misschien hebben we daarvoor interventies ook wel aan. En zolang de achterliggende sociaal-economische context erkend blijft worden, wordt de werkelijkheid volgens mij geen geweld aangedaan. In mijn optiek kan vooruitgang in de sociale epidemiologie alleen bereikt worden door over de schotten heen te kijken en door de wederzijdse beïnvloeding tussen individu en omgeving tot uitgangspunt te nemen bij het bestuderen van menselijk welbevinden en verschillen in gezondheid. Het blijft dus gewoon schipperen tussen upstream en downstream. Een ander conceptueel model bij de verklaring van sociaal-economische gezondheidsverschillen betreft het zogenaamde selectieperspectief. Over het algemeen is hier minder bewijs voor, alhoewel de indruk blijft bestaan dat er tevens ook minder onderzoek naar gedaan is. Het directe selectieperspectief veronderstelt een invloed van ongezondheid op sociale mobiliteit, op waar je sociaal-economisch terechtkomt in plaats van andersom, zoals bij het causatieperspectief. Het indirecte selectieperspectief veronderstelt een invloed van gezondheidsdeterminanten op sociale mobiliteit. Het gaat hier merendeels over persoonlijkheidskenmerken en intellectuele verschillen die van invloed zijn op zowel de sociaal-economische status die je bereikt als de gezondheidsstatus die je hebt. U kunt hier bijvoorbeeld denken aan toekomstgerichtheid als persoonlijkheidskenmerk. Dit ligt waarschijnlijk al op jonge leeftijd vast en meer toekomstgerichte mensen zullen zowel bereid zijn om meer te investeren in hun loopbaan als in hun gezondheid. Ze gaan mogelijk meer verdienen en behalen een betere gezondheid. Sociaal-economische status is dan niet meer de meest fundamentele oorzaak. De toekomstgerichtheid of een ander persoonlijkheidskenmerk, de toekomstgerichtheid op jonge leeftijd is dan de achterliggende, meer fundamentele determinant. Meer downstream individuele factoren krijgen hierbij dus de overhand in de verklaring. In het onderzoek met professor Frans Veron en Marie-José Teunissen zijn we hier uitvoerig naar aan het kijken. Met behulp van vragenlijsten en de dossiers van de jeugdgezondheidszorg bestuderen we of gezondheidsproblematiek in de vroege jeugd van invloed is op schooluitval. Ook kijken we naar persoonlijkheidskenmerken, waaronder laag controlebesef, in relatie tot latere schooluitval. Dat bekijken we apart bij kinderen uit hoge en lage sociale milieus. Een laag controlebesef lijkt los van de sociaal-economische achtergrond een belangrijke voorspeller te zijn van zowel gezondheidsklachten als schooluitval. Dit vormt een bewijs voor het indirecte selectieperspectief. Eerder heb ik samen met dokter Ferdy Otte op basis van grootschalig CBS-onderzoek aan laten zien dat ook ziekenhuisopnames los van de sociaal-economische achtergrond van kinderen een negatieve invloed kunnen hebben op de schooluitval. Dit vormde bewijs voor het directe selectieperspectief. Recentelijk is er ook meer aandacht voor de invloed van intelligentieverschillen bij sociaal-economische gezondheidsverschillen. Schots onderzoek laat zien dat een IQ-test op 12-jarige leeftijd een belangrijke voorspeller is van sterfte en de sociaal-economische verschillen daarin. Eigen onderzoek met CBS-gegevens konden de genoemde samenhang echter niet bevestigen. Intelligentie
hing niet samen met latere ziekenhuisopnames en dus ongezondheid. Daarentegen konden we met gegevens van het Maasonderzoek samen met dokter Martin van Bokstel wel ondersteuning vinden voor het belang van verschillen in intelligentie. De gemiddeld betere intelligentiescore voor de mensen met hogere beroepen bleken hun betere cognitieve, fysieke en mentale functioneren zelfs volledig te verklaren. Samen met genetisch epidemioloog professor Maurice Segers en Angelique Vermeijeren heb ik onderzoek gedaan naar de rol van genetische factoren bij sociaal-economische verschillen in het metaboolsyndroom en bij geheugenpoliepatiënten hebben we gekeken naar verschillen in het optreden van Alzheimer's dementie. Bij beide onderzoeken vonden we aanwijzingen dat genetische factoren een rol kunnen spelen. Maar dat deze rol klein is en vooral in interactie, niet in correlatie gezien moet worden met sociaal-economische omstandigheden. Ook hier moet er meer onderzoek gedaan worden. Ook al moeten de verwachtingen niet te hoog zijn en moeten we voorzichtig zijn met boodschappen waarbij de sociale onderklasse tevens geportretteerd zou kunnen worden als de genetische onderklasse. Ook moeten we hierbij waken voor het medicaliseren van sociaal-maatschappelijke problemen. Dit geldt naar mijn indruk ook voor allerlei initiatieven in het kader van personalized medicine. Dit wordt vaak nadrukkelijk genetisch ingevuld en door onderzoek en behandelingen heel erg toe te spitsen op het individu, zou het zicht op de ziekmakende omgevingsdeterminanten die individuen nadelen wel eens aan het zicht onttrokken kunnen worden. Samenvattend, wanneer we de sociaal-economische gezondheidsverschillen willen verklaren, kunnen we niet om individuele verschillen heen. Om de upstream invloeden te verklaren, hebben we dus het downstream niveau nodig. Niet alleen roken en overgewicht, ook lage controle, fatalisme en machteloosheid zijn hierbij belangrijke ziekmakende paden waar langs de sociale gelaagdheid gezondheid beïnvloedt. Tegelijk kunnen we niet uitsluiten dat downstream individuele factoren zoals intelligentie en persoonlijkheid voor de levensloop van mensen even fundamenteel zijn als de sociaal-economische condities waarin mensen leven. We weten dus inmiddels steeds meer over waar de sociaal-economische gezondheidsverschillen vandaan komen. Zoals hopelijk duidelijk is geworden, betreft het een uiterst complex samenspel van een veelheid aan factoren. De tijd is rijp voor interventies, volgens sommigen. Mijn vraag is echter in hoeverre dat mede opportunistisch ingegeven wordt door het recente onderzoeksklimaat, dat gedomineerd wordt door interventie in plaats van fundamenteel onderzoek. Het moet direct van toepassing zijn en liefst binnen 4 jaar geïmplementeerd en geëvalueerd. De vraag is of dit bij een dergelijk complex probleem realistisch is. Mijn indruk is dat er nog steeds behoefte is aan meer fundamenteel onderzoek naar de oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Ik zal daartoe een 3-tal onderwerpen bespreken die deze behoefte onderstrepen. Op de eerste plaats genetische factoren, die bijvoorbeeld ook tot uitdrukking komen in intelligentie en persoonlijkheid. Die zijn nog onvoldoende onderzocht in relatie tot sociaal-economische gezondheidsverschillen. Daar hebben we het net al een beetje over gehad. Mochten genetische factoren een belangrijke rol spelen, dan roept dat onmiddellijk belangrijke vragen op. Wat betekent dit voor interventies bijvoorbeeld? Zijn sociaal-economische gezondheidsverschillen dan wel zo veranderbaar? Kunnen ze dan wel verkleind worden? In ieder geval zal het implicaties hebben voor hoe interventies eruit moeten zien. Dat sociaal-economische gezondheidsverschillen blijven voortbestaan en vaak alleen maar groter lijken te worden, wijst op de weerbarstigheid van deze verschillen en de mogelijkheid dat ze voor een groter deel dan verwacht gebaseerd zijn op kenmerken die niet of niet zo gemakkelijk te veranderen zijn. Meer onderzoek is dus nodig naar individuele verschillen tussen mensen en hoe die zich verhouden ten opzichte van sociale verschillen. En naar wat dit betekent voor de ontwikkeling van effectieve interventies. Op de tweede plaats is het merendeel van het sociaal-epidemiologisch onderzoek kwantitatief van aard geweest. Grote aantallen mensen die allerlei vragenlijsten zijn voorgelegd. Deze vragenlijsten
hebben we bedacht vanuit onze ivoren torens op de universiteit. De vraag is of we hiermee de juiste vragen hebben gesteld. Naar hoe het is om van weinig inkomen rond te komen. Ook ik heb altijd de pretentie gehad dat we de goede vragen stelden. Een nieuwe vragenlijst naar opstandigheid die we ontwikkeld hadden, bleek bij ouderen bijvoorbeeld helemaal niet zo relevant in relatie tot hun sociaal-economische achtergrond en hun risico's op ongezondheid. Het is mogelijk dat kwalitatief onderzoek, waarbij meer met de mensen zelf gepraat wordt, bij kan dragen aan het oplossen van de puzzel. Ook hier zien we een uitdaging voor de toekomst. Samen met promovendus Audrey Simons en dokter Daniel Groffen loopt nu inmiddels kwalitatief onderzoek naar stigmatisering. En met name naar de vraag hoe wij als samenleving kijken naar mensen die arm of zonder werk zijn. Naar hoe de mensen die beeldvorming ervaren en naar hoe dat van invloed is op hun gezondheid. Ook hier geldt, meer inzicht in de verklaring kan leiden tot betere interventies om iets aan het probleem te doen. Op de derde plaats is er de teleurstelling over de interventies die sinds eind vorige eeuw in het Verenigd Koninkrijk hebben plaatsgevonden om iets aan het probleem van sociaal-economische gezondheidsverschillen te doen. Interventies vonden niet alleen plaats binnen het gezondheidsdomein, ook het onderwijs en armoede werden aangepakt. Het doel was om de verschillen in levensverwachting en kindersterfte tussen hoge en lage inkomens met 10% te doen afnemen. De sociaal-economische gezondheidsverschillen zijn echter opnieuw toegenomen, zo evalueerde Makkebach de inspanningen. Dit wijst erop dat zelfs een meer integrale aanpak van het probleem niet per se effectief hoeft te zijn. Net zo verwarrend. Ook Zweden en Noorwegen met hun egalitaire tradities zijn niet in staat gebleken om sociaal-economische gezondheidsverschillen de wereld uit te helpen. Je zou verwachten dat landen met kleine inkomensverschillen ook kleine sociaal-economische gezondheidsverschillen hebben. Ook dat blijkt dus niet het geval. De bevindingen in het Verenigd Koninkrijk en Zweden en Noorwegen roepen vooral toch weer allerlei nieuwe vragen op. Vragen die op fundamenteel niveau liggen en die gaan over de oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen. Een hypothese die we bijvoorbeeld nu toetsen, die we bijvoorbeeld nu onderzoeken, betreft zoals boven al kort aangestipt klasse-gerelateerde stigmatisering. Zweden en Noorwegen zijn ook landen met veel sociale mobiliteit. Als je genoeg inzet, kun je gemakkelijk stijgen op de sociaal-economische ladder. Dit zou stigmatisering in de hand kunnen werken van degenen die geen gebruik maken of kunnen maken van deze mogelijkheden tot sociale stijging. De indruk zou kunnen ontstaan dat ze lui of dom zijn. Ze maken immers geen gebruik van de vermeende mogelijkheden. Dit soort stigmatisering is nog niet onderzocht in relatie tot sociaal-economische gezondheidsverschillen. Zeker niet in Nederland. De eerste bevindingen ondersteunen onze hypothese dat hoe samenlevingen kijken naar lage sociale milieus gevoeld wordt door de mensen in die milieus met nadelige gevolgen van dien voor hun gezondheid. We kunnen dus stellen dat er meer onderzoek nodig is, ook om tot effectievere interventies te komen. Hier wil ik aan blijven bijdragen. Ik bevind me echter in een spagaat. Enerzijds zal het meer onderzoek betreffen naar individuele downstream factoren in een relatie tot gezondheid en sociaal-economische verschillen daarin. Individuele downstream factoren als persoonlijkheid, intelligentie en erfelijke factoren moeten minder vaak terzijde geschoven worden als fundamentele determinanten voor gezondheid gerelateerde en sociaal-economische levenspaden van mensen. Anderzijds verdienen upstream factoren eveneens meer onderzoek. We leven in toenemende mate in een maatschappij gebaseerd op individuele verantwoordelijkheid. Dat is de insteek in allerlei nieuw beleid in Nederland en andere westerse landen. De vraag is met name of mensen met minder inkomen en mogelijkheden deze verantwoordelijkheid wel ten volle kunnen dragen. Het dreigt een verdere tweedeling waarbij groepen mensen nog vaker buiten de boot zullen gaan vallen. Het neoliberale klimaat is daarmee een upstream achterliggende determinant
die ook in het onderzoek betrokken moet worden. Bijvoorbeeld door onderzoek naar de relatie met de ziekmakende negatieve beeldvorming van mensen die niet mee kunnen komen in de huidige maatschappelijke maalstroom aan voortdurende neoliberale kaalslag. Het is betreurenswaardig en getuigend van een korte termijn perspectief dat voor dit type fundamenteel onderzoek in subsidieland steeds moeilijker geld te vinden is. Dit terwijl er waarschijnlijk zoveel meer gezondheidswinst valt te behalen uit preventiemaatregelen die meer op populatieniveau maatschappelijke problemen fundamenteel aanpakken. Het besef dat niet alleen het individu, maar ook de maatschappij als patiënt gezien kan worden, geeft tegelijk aan dat er geen gemakkelijke oplossingen zijn voor sociaal-economische gezondheidsverschillen en dat daarvoor vooral een langere adem nodig is. Dames en heren, ik hoop dat mijn presentatie u een indruk heeft gegeven van het vakgebied van de sociale epidemiologie en de hardnekkigheid van het probleem van de sociaal-economische gezondheidsverschillen. Voor mijn moeder hoop ik dat ze nu beter begrijpt waarom ik steeds nee moet antwoorden. Op haar vraag weet je het nu nog altijd niet. Zoals ik hopelijk heb laten zien, elk onderzoek beantwoordt niet alleen vragen, maar roept ook weer nieuwe vragen op. Een belangrijke overkoepelende vraag is hoe sociale factoren meer upstream zich verhouden tot individuele factoren, meer downstream, bij het bepalen van de levensloop van mensen. Welke is nu meer fundamenteel, sociaal-economische omstandigheden of los daarvan persoonlijkheid, intelligentie of aangeboren aanleg voor dit of dat? Of moeten we het gewoon meer in de interactie tussen beiden zoeken? Om terug te komen op de titel van mijn oratie, ik blijf nog wel eventjes schipperen tussen upstream en downstream. Daarmee kom ik aan het einde van mijn reden. Ik ben velen dank verschuldigd. Het bestuur van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences dank ik voor het in mij gestelde vertrouwen. Met name professor Albert Schelbier wil ik hier noemen. Als decaan van de faculteit en als programmaleider heb je veel betekend voor zowel onze vakgroep als ons CAPRI onderzoeksprogramma Social Participation and Health. Ook daarvoor wil ik je hartelijk danken. Ik zal ook daarom mijn best doen om de verwachtingen waar te maken. Dit geldt natuurlijk ook voor het College van Toezicht, waarin ook professor Nanne de Vries en professor Frans Veron zitting hebben. Als socioloog wist ik pas na enkele stages en studentenassistentschappen bij professor Jaap Dronkers welke kant ik op wilde. Jaap heeft mij geleerd om de verschillende facetten van ongelijkheid in de samenleving en met name in het onderwijs te begrijpen. Ook enthousiasme voor cijfers en empirisch onderzoek heeft hij mij bijgebracht. Een van zijn uitspraken was: alles hangt met elkaar samen. Het wordt eigenlijk pas spannend wanneer dat niet zo is. Ik moet hem gelijk geven. Lage sociaal-economische status hangt in elk onderzoek samen met allerlei verdere ellende. Tijdens mijn promotieonderzoek heb ik veel gehad aan het inhoudelijk enthousiasme van professor Ad Appels en Fert Sturmans. Hij heeft me echt op het pad gezet naar de sociale epidemiologie. Veel heb ik daarvan geleerd. Toentertijd was ik nogal doorgeschoten in het empirische. Waarom presenteren we niet alleen de tabellen? Vroeg ik hem alleen. Ad heeft me laten zien dat wetenschap ook theorie behoeft en dat de kracht van het schrijven dat de kracht ook kan zitten in het kort en bondig op papier zetten van een goed verhaal. Na mijn onderzoek ben ik werkzaam geweest bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en heb ik onder andere nog meer geleerd om kort en bondig en eenvoudig de zaken aan het papier toe te vertrouwen. De samenwerking met dokter Ferdy Otten loopt tot op de dag van vandaag. Het CBS bezit een schat aan gegevens en ik hoop samen met Ferdy ook in de toekomst hier gebruik van te blijven maken. 2 jaar heb ik vervolgens als senior researcher in Londen gewerkt bij de Department of Epidemiology and Public Health van de University College London. Op het gebied van de sociaal-economische gezondheidsverschillen was en is dit een internationaal topinstituut, geleid door Sir Michael Marmot. Ik ben veel dank verschuldigd aan zijn begeleiding. Zijn enthousiasme en intrinsieke interesse
in sociaal-economische gezondheidsverschillen en interventies om er iets aan te doen. Zijn rust en helderheid in formuleren en zijn streven om recht te doen aan belangrijke menselijke waarden zal ik nooit evenaren, maar ik blijf een poging maken. Ook professor Johan Makkebach ben ik veel dank verschuldigd. Bij het Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg in Rotterdam heb ik weer andere dingen geleerd. Op de eerste plaats dat Rotterdammers echte harde werkers zijn. Johan is een toonbeeld van een onderzoeker die op meerdere gebieden een origineel geluid kan laten horen en daarmee ook de agenda van andere onderzoekers serieus kan beïnvloeden. Ik heb daar diep respect voor. In de loop van de tijd zijn we blijven samenwerken en hoop dat ook in de toekomst te blijven doen. Vervolgens ben ik ook dankverschuldigd aan de neuropsychologie vakgroep in Maastricht. Samen met dokter Martin van Bokstel en professor Jelle Jolles hebben we veel werk verricht om de eerste longitudinale Maas-artikelen te produceren. Ik ben Martin en Jelle dankverschuldigd om mij kennis te laten maken met de cognitieve epidemiologie. Ten slotte ben ik bij medische sociologie terechtgekomen. Samen met professor Jacques van Eyck en professor Ruud Kempen hebben we belangrijk werk verricht. We hebben elkaar gevonden in gedeelde interesses in psychosociale determinanten van gezondheid en aanvullende manieren om projecten succesvol af te ronden. Vanuit die periode heb ik ook veel te danken aan de samenwerking met dokter Marjan van der Akker. Het SMILE-onderzoek is onterecht gestopt. Vanuit medische sociologie zijn er meerdere mensen op gepromoveerd. Longitudinaal onderzoek kost wat, maar levert ook wel op. Je moet alleen wat geduld hebben. Ik hoop op een nieuwe follow-up ronde. De vakgroep is nu sinds een aantal jaren omgevormd tot de vakgroep Sociale Geneeskunde. Met een welverdiend eigen CAPRI-onderzoeksprogramma Social Participation and Health. Sociale geneeskunde is zowel wat betreft onderwijs als onderzoek een eigen vakgroep waard. Ik voel me daar inhoudelijk heel erg thuis en hoop serieus bij te dragen aan het verder uitbouwen van de club. Samen met de huidige voorzitter professor Frans Veron en alle vakgroepcollega's. In de hoop niemand te vergeten, naast de mensen die ik eerder in mijn reden genoemd heb, hoop ik binnen het MUMC Plus op een blijvend plezierige en vruchtbare samenwerking met professor Ruud Kempen, professor Sylvia Evers en dokter Rick Krutsen. Met collega's van de Maastricht-studie, dokter Annemarie Koster, professor Koen Steehouwer en dokter Miranda Schram en professor Maria Jansen van de GGD Zuid-Limburg, hoop ik ook verder dingen van de grond te krijgen. De gezondheidsachterstand in Zuid-Limburg ligt mij namelijk ook na aan het hart. Ten slotte wil ik mijn moeder bedanken voor de altijd getoonde interesse en trots. Het heeft er niet altijd op geleken dat dit nog eens zou gebeuren. Ik heb veel van u geleerd. Ik denk hierbij aan het vinden van rust in de kop. Dit is essentieel om tot goede producten te komen. Zonder rust in de kop komen we tot niks. Dan thuis, Izel en Janne. Izel, van jou heb ik niet alleen op persoonlijk vlak veel geleerd, ook op het vlak van de wetenschap. Altijd weer heb je de tijd en de rust genomen om naar mijn verhalen te luisteren. Deze oratie geloof ik zelfs 4 of 5 keer. Ik heb daar altijd veel van geleerd, gehad. Je stelde altijd weer de goede vragen. Vragen die wijzen op hiaten in mijn redeneringen. Janne, onze dochter, heeft gelukkig de nuchterheid van haar deels Friese voorouders. Goh, wat saai allemaal, hoor ik je zeggen. Maar toch weet ik tegelijk dat je het wel interessant vindt om een professor als vader te hebben. Ik ben trots op je plannen om psychologie te gaan studeren. Vooral om kinderen te gaan helpen. Ik hoop dat het je gaat lukken. Dat is nog eens echt belangrijk werk. Ik heb gezegd. Professor Bosma, hartelijk dank voor deze inaugurede. Voor mij is het altijd fascinerend om als een niet-medische deskundige of zelfs niet-gezondheidswetenschap deskundige
maar vanuit de economische achtergrond te komen luisteren naar inaugureerders hier van FHML. En ik denk dat twee jaar geleden nog, mocht ik naar Wilkinson luisteren en zijn verhaal over inequality en de manier waarop inderdaad die sociale determinanten van gezondheid doorheen een hele systeemeffect hebben. Ik vind het fascinerend om te zien hoe dat Wilkinson boek populair is geworden en hoe aan onze kant plots Thomas Piketty met zijn boek heel populair is geworden, met zijn vermogensongelijkheid. En dan zie je wel degelijk dat op dit ogenblik we leven in een maatschappij waarbij die ongelijkheid en die interacties, die systeeminteracties, veel mensen aanspreken. En beroep doen op en heel interessante analyses hebben van inderdaad hoe die interacties ook precies zijn. En als econoom zie ik tal van banden in alles wat u hier aangegeven tussen die koppeling tussen individu en de sociale omgeving. Ik denk ook dat dus de uitdaging van het fundamentele onderzoek is ook natuurlijk enorm. En ik denk dat die genetische factoren een hele reeks vragen oproepen waar u het niet hebt kunnen over hebben gezien de tijd. Met betrekking tot onze verzekeringsstelsels, met betrekking tot de hele sociale klassen en de implicaties daarvoor. Maar ook wat u aangaf in de zin van kwantitatieve obsessies met betrekking tot indicatoren. In de epidemiologie zit het als het ware ingebouwd, maar de behoefte ook om veel meer kwalitatief onderzoek. En uiteraard de klassegerelateerde stigmatisering en de teleurstelling over ook interventies, ook in dit land. Ik zou zeggen, tal van voeren voor discussie, voor debat. En zeker voor een felicitatieronde met ook een receptie waarvoor ik u allen mag uitnodigen. Maar vooraleer dat ik doe, wil ik toch eerst en vooral de FHML en de decaan FHML feliciteren. De leden van de Raad van Toezicht, professor Verhoeven, professor De Vries ook. En bij deze uiteraard de familie van onze nieuwe hoogleraar, professor Bosma. Hartelijk dank voor uw komst. En wilt u gaan staan? Of heb je liever dat de pedant zegt? Ja.